Oh, ik ben onderweg naar mijn werk, maar wat is het mistig? Niet normaal. Helemaal niks meer te zien. Ik heb trouwens op internet zitten kijken. En dat is... Dat is zo apart. Jullie weten niet wat ik aan het doen ben. Jullie gaan het echt niet geloven. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker en lekker gedoucht en aangekleed. Kan je niet zitten maar je wil eten. Oh, dan heb ik lekker geslapen, maar ik zat echt in de diepe slaap ineens. En ik heb wel een paar keer harde knallen vandaag gehoord. En ik weet echt niet wat het was, maar ik dacht echt van what the fuck is dit nou? Ik heb niet zo, daardoor heb ik niet echt zo super geslapen. Ik dacht... Waar, wat is dit nou? Ik ben gewoon twee keer wakker geworden trouwens. Waardoor door die geherrie. Maar ja. Maar ja, is niet anders. Het is gebeurd. Maar ik vond het zo apart geluid ook. Zeker op drie keer heb ik het gehoord. Ik dacht echt van, wat is dit nou? Ik had je echt wel beseft dat het echt was in ieder geval. Maar ja, even kan je eten geven. Zelf dadelijk even koffie zetten. Zo, alsjeblieft kan je. Ja, en zelf dan even koffie. Dat ga ik ook lekker zetten. En dan een beetje wakker worden. Nou, ja, dat leek niet echt op vuur trouwens. Leek het gewoon dat geluid. Wat ik even terug ga komen is gelijk dat het groter werd ofzo. Maar ja, het zou ook denk ik nu niet zijn, want anders had je het al over gehoord. Maar ja, het zou wel. Of dit was wel vuurwerk, zou ik nog kunnen. Maar ja, ik vond het in ieder geval wel een beetje irritant omdat ik wakker geworden ben. Maar ja, het is niet anders. Een koffie drinken. En dan een beetje wakker worden maar. Als het lukt. Dat is het tweede verhaal. Zo, koffiemaker maken maar. En mijn bakje is lekker klaar. Oh, en dan ga ik nu even lekker achter de computer. Oh, kijk. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Dat tv-beeld flits. Doe ik zo en dan zo. Als het goed is, helpt dat. Beeld aan uit en aan zetten. En ik ga even editen. Nou, ik heb al een beetje gisteravond geëdit, maar even na check, om zo te zeggen. En dan klaarmaken richting werk. Oh, ik ben onderweg naar mijn werk, maar wat is het mistig? Niet normaal. Helemaal niks meer te zien daar zo. Ongelooflijk, ja, alleen lichten. En allemaal mislamp van auto's. Zo bizar om te zien. Ja, ik vind het wel grappig eigenlijk. Ik vind het wel leuk als ik het mis zie. Het is zo heftig. Dat je gewoon, dat ik juist, meestal zie ik op deze afstand, zie ik juist de stoplichten en nu deze keer helemaal niks. Ja, ik ben benieuwd hoe morgen is, want er komt nog morgen op terug, waarom. Maar ik vind het zo mistig, niet normaal. Lekker even wezen editen nog. En het is af in ieder geval, nu maar lekker richting werk toe om te werken. En dan... Ja, 11 uur klaar, in ieder geval. En ik ben al klaar met werken. Lekker onderweg naar huis, even wat eten gehaald. Voor beleg wat gehaald. En ik zit te kijken, ik weet niet wat daar aan de hand is. Maar het zal wel. Ik denk gewoon repeteren, denk ik, bouwen. Denk ik, gesloten. Zou nog kunnen, eigenlijk. Maar ja, het is nog steeds mistig als jullie zo zien. Buiten, wow. Echt bizar. Mistig. Welke mensen? Ik stoppelig wel. Maar misschien ook door de donker dat het vanochtend donker was dat ik het niet heb gezien. Maar ja, drie flessen water deze keer. Ik drink zoveel water. Alleen door de toen ik een week vrij was heb ik dan niet veel gedaan. Ik dacht ga weer lekker oppakken, veel water drinken. Veel lekker, juist gezond natuurlijk.
veel water drinken en lekker nu naar huis. Lekker warm, lekkertje, met de kachel aan. Heerlijk. Oh, en ik heb trouwens wat leuks laten zien aan jullie. Ja, leuks. Maar daar kom ik dadelijk wel op terug. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, maar ik kom dadelijk wel op terug wat ik ermee bedoel. Ik heb trouwens op internet zitten kijken en dat is, zien jullie nu in beeld, Beter Dan Hugo. De website is ook beterdanhugo.nl. Geen promotie wil ik hierbij zeggen, maar ik had het gehoord op de radio. En dan kan je zelf beoordelen wat jij zou doen als minister van Hugo, hoe jij die taak zou brengen. Na 2 jaar persconferentie heeft iedereen eigen idee over de coronabeleid. Maar ik dan, ja, jullie kunnen het lezen. Nou, maar ik ga laat me doen wat ik zou doen. Gewoon kijken, we gaan 2 pogingen doen. 1 is hoe Hugo zou doen. Hoe ik zou doen om niks te doen. En 2, wat ik wel zou maatregelen zou nemen. Ben gewoon benieuwd. We gaan nu beginnen. Nou, oké. De cijfers gaan nu omhoog. 1 corona, 2, 3 in totaal, 1 in ziekenhuis beland, 0 in ziekenhuis, 0 doden. En dat is 2 maart. Nou, je ziet dat het wel aan het stijgen is. En je ziet aan de rechterkant zie je ook allemaal reacties en echt nieuwsberichten. Ik ben wel benieuwd. Ik ga gewoon aangeven om niks te doen. Maar dan ben ik gewoon benieuwd naar wat als we eigenlijk gedaan hadden. Wat als we niks hadden gedaan. Dan ben ik wel gewoon benieuwd als hoe dat eruit ziet. Nou, we zitten nu op 12.000 al besmettingen. 17.000. Nou, de reactie van de ziekenhuis, het is al code zwart. Kijk, dit vind ik nou opvallend, maar het stijgt ook 4.000. Hij daalt, maar ook weer niet, terwijl ik helemaal niet ingegrepen heb. Oké, knap. Knap. 11.000 mensen zijn overleden. Wauw. Dat is echt genieten van excellente koffie. Dat zijn allemaal basisregelen. Stel dat, we zitten nu in 20 april. Dit is ook nog steeds aan het dalen. Dat is wel heel apart. En dat ga ik ook nog doen. Ik ga dan daarna alles aantikken. En ik ga van tevoren doen, in plaats van daarna. Moet je nagaan, dat vind ik heel apart. Vreemd dit. Als we niks hadden gedaan, dat... Kijk wat het verschil is, eigenlijk als ik in had gegrepen. Ik zit nog wel lekker te volgen. En dit is allemaal met geen ingreep, hè, mensen. Toen hadden we 50.000 besmettingen. Dus eigenlijk... Ja, het is moeilijk om antwoord te geven. Maar laat vooral jullie reactie achter wat jullie vinden. Want ik ben wel benieuwd naar wat jullie zouden vinden. Maar dat valt mee. Met besmettingen. Nu.
Dan gaan we daarna kijken het eindresultaat. 23 mei 2020. Dat is allemaal van het begin van de situatie ook. Kijk, hier staat de statieken. Bevolking besmet 82,6. Minder maatregelen 100%. 15 keer meer doden. Oké, nou gaan we het doen. Opnieuw spelen. En dan... als ingegrepen werd. Oké, nou afstand houden. Weet je, we doen gelijk alles eerst. Kijk wat het dan had gedaan. Nou, je ziet het. Er schiet eigenlijk niet zoveel mee op. Want het blijft stijgen. Nou, stabiel. Stijgt langzamer. Nou, niemand sowieso open. Dan doen we die erbij. Want winkels moet eigenlijk open.
Ja. Kijk, kijk. Dit is groen. Minder doden 89%. Bevolking besmet 0,6. Meer maatregelen 4. We gaan nou doen met wat ik zou doen. Start. Ja, sowieso afstand. Grenzen dicht had ik gedaan. Zullen we eigenlijk thuiswerken? Nou, op dit moment nog niks. En verder had ik niks gedaan. Nou. Het stijgt, maar niet hard. Dus dan vind ik het zo prima. 300. Oh. Nou, vind ik niet veel. Nou, we verbieden deze ook maar. Even verbieden. Want anders gaat het wel. Ja, kijk, dat bedoel ik. Dan gaat het hard natuurlijk. Horeca en nog club sluiten. Dat had ik in ieder geval gedaan. En hogeschool sluiten. Dat is het enige wat ik zou doen. Want het onderste is wel belangrijk. Kijk, dat de bovenste hogeschool onderwijs. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dan zitten we maar met hoge maatregelen. Maar als ik ook kijk. Had ik... Mondkapje sowieso niet in verplicht. Ja, ik kan wel aantikken, maar ik heb echt geen gevoel dat het helpt, mijn mening. Maar dit zou mijn mening zijn, wat voor mij anders is. Als ik het zou zijn. Maar dan ziet het er nog steeds stabiel uit. Nou, ik zit twijfel om bijeenkomsten ook maar te verbieden. Kijk hoe het dan met cijfers... Nou, ik vind het meevallen met de cijfers dan. Ja, ik vind het reuze meevallen. Dit zou ik dan doen, in principe. Maar ook die reactie. Ja, het is niet anders. Nou, grens mag weer open. Voor één voorwaarde dat... Ik zit even te denken... En als ik wel alleen die mondkapje bij had gedaan. Ja. Nou, dat was niet goed aanpak geweest. Maar qua... Nou, dat was het dan. En dan, dit wil ik even laten zien aan jullie. En, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben in ieder geval. En, laat even weten hoe jullie aan hebben gepakt.
En ben wel benieuwd naar jullie mening daarvan. Dat is zo apart. Jullie weten niet wat ik aan het doen ben. Jullie gaan het echt niet geloven. Maar ik kijk mijn oude vlog terug. De tweede vlog. Oh my god. Zou ik een keer eigenlijk reageren op oude vlogs? Laat even weten in de reacties. Misschien lijkt het wel leuk om te doen. En dat is mijn vader trouwens. Lijkt me wel super grappig om eigenlijk te reageren op mijn oude vlogs. We gaan een beetje horen. Ik ga tussendoor even wel een beetje kijken. Het is zo geniaal. Wat is de beste tip als je... natuurlijk dat je gaat werken. Werken kan je natuurlijk al. Ik vind het zo geniaal. Ik vind het wel grappig om terug te kijken. Dit is echt heel leuk. Als je kijkt van nu, vroeger en nu, al zit zoveel schreeuw in deze tijd. Dan zie ik je zo weer... Tussendoor hoor je mezelf praten. En verandering aan mezelf. Autorijden. Ik ben zoveel veranderd. Wil ik tip geven, doe dit nooit. Ja, ga nou ineens riemel doen. Doe altijd als je auto rijdt een riemel. Ik doe dat als ik kijk. Wauw. Is zo apart, maar ook weer leuk om terug te kijken. Maar ja. Nu is voor mij al 1 uur geweest. En lekker relaxen gewoon. Even dingen van mijn computer even op orde zetten. Zat tot kijken van de playlist. Dat maak ik elke keer. En ik was vergeten om die even... Zat allemaal door elkaar nog, weet je. Ik ga even allemaal recht zetten. Ze staan nogal een beetje denk vast door elkaar, maar... Maar ook de reactie. Oh, wacht, dat lijkt me leuk om te doen. Dat gaan we wel even doen. Even reactie ervoor teruglezen. Even lezen. Hoe moet ik de filmpje bewerken voor jou? Dat is de enigste reactie die ik heb. Ik ben het... Toen snap ik niet wat ze bedoelde, maar ja. Nou, de volgende dan. Oudere heb ik wel, maar ik ga even deze afkijken en dan ga ik daarna elke keer de reacties lezen. Misschien is dat ook leuk. Ik heb trouwens wel wat reacties. Dit is een leuke. Haha, rare gozer in 25e minuut. Haha. Nee, ga je me niet vertellen dat je ook in Puntje woont? Straat waar ik vroeger heb gewoond. Ik wil voor zeker niet vertellen. Hoezo? Nou, ik woon een klein stukje van je af. Nummer, puntje. Er loop je vaak langs mijn huis in je vlogs. Dat vond ik leuk om te zien. Ah, als je me ziet, roep mij maar. Ha, ik zal proberen onthouden, XD. Welke film bewerk jij? Gebruik je? Welk bewerken gebruik jij? Nou, oké. Okay. ASW. Nou, dat is toch een leuke reactie. En ik laat zo meteen nog een paar horen. Oh, en er zit iemand gluren. Hi, wil je ook even meegenieten? Hè? Wil je ook even meegenieten van mijn vlogs bekijken? Ja, kan je? Ah, dat is een leuke reactie, als ik het teruglees. Ik ga denk ik even allemaal even lezen. Lijkt me gewoon even heel even leuk. Oh ja, geniaal! Joost doet de truc! Shout out naar Joost als je terugkijkt. Oh my god. Oh, dat is heel lang geleden. Dat is lang. En reageert hij ook zelf ook nog. Wat een knapperd. Wat een geuze is dat, hè, die Joost. Oud collega van mij. Oh, die Joost. Wat een lief vader en zoon. Kuffel in een onderonsje. Oké? Wauw. Even kijken, wat heb ik nog meer? Moet ik even deze uitzetten? Oh, wel een korte vlog. Gesprek met de gemeente. Oh ja. Dat is waar. Oh, dat was ook een leuke vlog. Nice bro, dat was het. Dat is de enige reactie. Wat ik al een paar keer heb verteld. Ja, dat ik eigen huisje zou krijgen. Ja, leuk. En sommige... Oh ja, toen had ik er gevraagd aan jullie. Laat even weten wat je nu van vindt. Toen had ik aangekondigd, zou ik mijn naam zo houden of zou ik veranderen? Maar ik heb deze naam al begin van mijn YouTube-carrière. Dat is zo grappig om te zien. Oh wacht, naar de kapper. Oh ja, schaam je dood was hem. Ja, schaam je dood. Dat was het over het Vermeer, Kenneth Vermeer, die toen voor eerst bij Feyenoord keepte, voor Feyenoord. En toen had Ajax supporters de pop gehangen. Ik weet niet of jullie kunnen herinneren. Ik kan het nog dag van gisteren nog herinneren. Toen hadden Ajax fans
pop gehangen van Kenneth Vermeer met een touwtje eraan en dan, dat hij hangt. Nou, dat is wel schandalig. Oh, hier wel leuke reacties. Leuke vlog en heb je helemaal gelijk, mensen moeten normaal doen met voetbal. Een tip, doe gewoon een tip. Wat aan geluid. Haak de camera of zo, dan heb je betere gehoor, want je zuist heel erg. Haha. Nou, ik heb dan hier zulke reacties, neem ik altijd op. En laat me even weten hoe je het nu vindt, of jullie wat verbetering ziet algemeen. En ben ik wel benieuwd naar, misschien te ver gegaan. Blijf vooral verder met vlogs maken en je ziet dat je echt leuk vindt. Duimpje voor jou. Nou, duimpje terug voor jou. Welke filmpjes bewerk jij? Ik wel ook mag volgen doen. Foto's in comments, haha. Huh? Oké, dit snap ik niet. Volgende reactie. Voor mij was dat de enige die ik nog had. Stop ik of niet? Oh ja. Dat weet ik ook nog. Toen heb ik... Oh, daar heb ik nul reacties erop. Maar geen reacties helemaal niet op. Oh ja. Valentijnsdag. Vraagteken. Voor mij had ik dat verkeerd gepland. Maar oké. Ook geen reacties. Oké. Nou, niet dat ik het erg vind, maar soms, ja... Mij maakt niet uit, maar ik zou het leuk vinden als ik reacties zou krijgen. Maar ik heb sommige gewoon geen reacties. Waar op mijn werk wordt gezongen is... Ja. Oh ja. Hier, ja, twee reacties. Eén reactie. Hoi, leuke vlog, maar ik heb een paar tips. Probeer camera recht te houden, hou rekening met het licht. Let op het geluid op het achtergrond. Voor de rest, keep to work. Ja, mooi gezegd. Mooie reactie. En dat was naar Roelof Nederhof. Shout out naar hem. Oh, je reactie staat uit. Oh ja. Slecht nieuws gehoord. Dan weet ik gelijk waar het over gaat. Dat de moeder van Hans toen overleden was. Dat is zo lang geleden. 2016. En ik heb ook hele rare intro. Waar woon je? First. Nou, ik woon in Waddinxveen. Voor mensen die niet weten, is een dorpje. Wat voor camera heb je? Nou, ik heb vroeger... Wacht, die heb ik niet bij me. Voor mensen die niet weten, dit is letterlijk mijn allereerste vlogcamera waar ik mee vlogde. Van, ik weet niet hoe lang ik mee gevlogd heb. Het is in ieder geval Sony, wat ik nu heb. Oh, ik kan die oude camera hierbij hebben. Is ook een Sony. Dit is een beetje zo vorm. Wacht, ik kan er even bij pakken. Het is een beetje zo vormachtig. En deze is wel een beetje kapot. Maar de beeld is kapot gegaan. En... Nee, dus niet, ik dacht dat er nog iets zat. Kijk. Je ziet het blauwe lampje. Er staat dit aanstaan. Maar hier, als je kijkt, geen beeldscherm. De draden denk ik van het beeldscherm is kapot gegaan. En ik had een keer vroeger dat ik een camera op mijn fiets deed. Is hij helemaal onderkant ook kapot gegaan. Want normaal kan je hier indraaien. Maar deze kon dat niet. En daar ben ik nu al blij mee dat ik het nu wel weer kan. En wat ik hiermee doe, met deze camera, is eigenlijk batterij opladen. Dus dat, daar doe ik het mee. Weten jullie dat ook? En het is... Ik heb niet echt verstand van camera's, maar... Het is een Sony HDR XCX4200E. Voor mensen die dat interessant vinden in ieder geval... En dan gaan we even naar de volgende. Wat gaat de tijd hard? Ja, in principe wel. Moet je nagaan. Over een paar maanden, eind van deze maand, ben ik al 7 jaar begonnen? 7 jaar of 6 jaar aan het vloggen? 6 jaar. Pff. Rare dag vandaag. Oh ja, begrafenis. Dat weet ik alweer. Oh, mijn haren toen. Ik heb al heel veel... Oh, hier. Hey Patje, Rick. Hier, heel even een tip voor je filmpjes te maken. Koop een goedkoop statief en... Statief. En ook een soort van selfie stick. Als je loopt, dan heb je meer
je handen vrij en kom via je verhaal beter over. Probeer ook een beetje van tevoren bedenken wat je wilt zeggen. Dan kom je helemaal goed. Ja, dat is ook een hele goede tip. En ik ben hem dankbaar in ieder geval dat hij dat meldde. Mijn neef gaat wereldreis. Oh ja, toen heb ik volgens mij daar niet gevlogd. Vlog 23 al. Mijn naam is aan de pad. Dat was 21 februari, oh joh. Nieuw-Zeeland ligt van ons de andere kant van de wereld. Dat klopt. Nieuw-Zeeland ligt de andere kant van de wereld. Van Diana Vlogs is het. En iemand weer first. Ik weet niet, wat is... Dat begrijpen jullie, hè? Moeten jullie maar eens uitleggen voor mensen die verstand hebben. Wat is de reden? Oké, ik snap de ene kant de reden, maar waarom is dat hype? Voor mij is het nog steeds hype. Veel mensen zeggen altijd, zie je eerste video first. Ja. Oké. Okay. Ik denk van, oké, wat moet ik daarmee? Dat heb ik al vaak. Mijn laptop doet raar. Oh. Maar wat is dat? Vraag me even af. Ik vraag me dan af, wat is er zo leuk aan om dat te zeggen eigenlijk? Laat even weten in de reactie waarom jullie dat leuk vinden om first te zeggen. Ben ik gewoon zo benieuwd naar. Ik zeg helemaal niet leuk. Ja, ik vind het... Leuk dat jullie kijken naar Nieuwvlog. Het is leuk dat je dat... Ja, is niet reactie over achter wil laten, maar... Het is toch eigenlijk veel leuker dat je iets zegt voor de persoon, dat ze juist op video's kunnen reageren. En first is niet echt iets dat je iets terug kan reageren natuurlijk. Want dit wordt denk ik al een lange video, maar ik vind het gewoon leuk om dit te doen. Oh ja! Oh, oude vlog, jongen. Oh, geniaal. Even kijken hoor. Ja. Zaterdag 27 februari aanstaande. Oh, die wil ik even bekijken. Dan gaan we even zelf kijken. Vlog. Mijn naam is Sander Pad, zoals iedereen weet. Dat heb ik zo vaak over daar gesproken. Ik heb dat hele vlog dat gebruikt. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad, zoals iedereen weet. Dan ga ik vertellen hoe laat ik uit bed ga. Wauw. 15 weergaven. 26 februari 2016. Wauw. Ik vind het zo leuk om terug te kijken. Ja, ik ga lekker in ieder geval nog verder kijken en... Ja, laten we dat in ieder geval doen. Even vleuren. Zo, een kakje, zeg ik maar. En maar dadelijk heb ik liggen. Zo, even geleerd en wel. Vloggen nog een klein beetje afgemaakt en ben ik nu nog bezig. Zo, die is al ingeplaatst. Ah, mijn benen slaat. Oh, zo hinderlijk. En jij wil eten, denk ik. Ik ging helemaal een leviosa. Daar gaat hij. Wauw. Ah, oh, mijn benen. Je wil denk ik iemand eten. Ja. Je weet al hoe laat het is, hè. Jij weet al hoe laat het is, hè. Maar, oh. Ik kom ineens achter, terwijl ik al 2 dagen. Maar vraag me niet waarom. Dat ik eigenlijk die heb dicht dan. Dicht heb. Maar ja, ik vergeet er gewoon af en toe gewoon open te zetten. Vooral met werken. Maar weet je, doordat ik niet ging werken juist, kon ik juist onthouden. Van, oh, ik gooi hem wel open. Maar nu ben ik gewoon vergeten namelijk. Ja, dat heb je jongens. Maar ja, we gaan even een kring eten geven. Ik zal even kijken of die volgens had. Dus, die zit al te trappelen om te eten. En dan ga ik een beetje langzaam voorbereiden om zelf dadelijk eten te maken. Want ik heb eten nog van maandag, wat nog op moet. Dus vandaar. Ik ben een paar dingen vergeten. Ik was ik liep vanmiddag trouwens al in de winkel. Dan heb ik altijd, bijna elke dag. Maar dan denk ik van, oh, vind ik zo stom. Dat het gebeurt. Ik liep in de winkel. Ja, dat is logisch. En dan zit ik te denken, ik moet eigenlijk morgen dan maar even vuilniszakken halen. En wat vergeet ik vandaag? Vuilniszakken. Juist. En volgens mij heb ik al helemaal niet in mijn dinges liggen. Zit ik ineens te bedenken. Meestal heb ik hier een beetje een soort van voorraadkastje. Nee. Ik heb het natuurlijk weer schoongemaakt, dus zat er niet tussen.
paaltje van. Oké, okay, slim. Ja, ik weet het. Maar ja, nu heb ik een spelling niet kwijt. Ik moet ze snel mogelijk wel hebben, want anders is het alleen maar meer. Maar ja, ik ga even lekker YouTube kijken achter mijn computer. Lekker geëdit. En de rest komt morgenochtend wel. In ieder geval nu maar ingepland te hebben. En dan opslaan en dan klaarmaken om zelf te eten. En ik ga nu maar lekker eten maken. En dan ga ik alleen even wat afwassen. Wat ik wil ergens in hebben. En dat is in deze bord. Maar dan ga ik alleen even omspoelen. En dan denk ik morgen maar even afwas doen. Dat moet ook maar gebeuren. Zet je hier al hier neer. Dan ga ik even lekker afwassen. Deze kunnen allebei hierbij. En even zo. Hier maar daarbij. Doe ik even mijn arm opstropen. Zo, die is omgespoeld. En wel. En dan heb ik eten in mijn bakje zitten. Ik denk dat ik alles ga maar opeten, want ik vind het zelf wel super lekker. Namelijk, ik draai jullie even ook om. Want hier heb ik dit eten. Wat ik nu ga doen, is alleen even opwarmen. Hierin. En dan wachten maar. Dus gaan we het even doen. Even een paar minuutjes. Denk 5 minuten. 5-4 minuten en dan is het klaar. Dan gaan we eerst even deze openmaken. Deze erin gooien. Oh, ik denk van het dicht. Deze erin. En dan opwarmen maar. Zo. Klik, 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 klik. En dan wachten maar. Ik hoorde toevallig dat mijn eten klaar is. Dan gaan we maar verder uithalen. Dat laten we het ook maar even doen. Want die zien in ieder geval eruit. Het bord staat al klaar. Dus enzovoort. Die ga ik dus nu even dadelijk opscheppen. Maar eerst even dat halen. Dus denk wel van. Lijkt mij logisch. Maar ben ik benieuwd. Ik zit al te kijken of er nou eigenlijk uit is gelopen. Oh, hij is wel goed warm. Dit vind ik wel handig. Kijk, want al het drap zit nou hierin. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, dan kan ik zo weggieten. Meestal af en toe bij een klein beetje rijst. Nou, dat maakt niet uit. Dat vind ik handig. Echt super handig. Maar deze eten is wel heel erg machtig hoor. Kan ik jullie wel vertellen. Dat weet ik wel. Zo, oké. En dan neem een lepeltje erbij. Dan eten maar. Ja. Die is wel goed warm. En zo niet, dan mag er even in de koelkast. In de magnetron. Kleine moeite, vind ik. Maar ja, even lekker eten. Achter de computer. En dan lekker eten maar. Eetsmaakje. Ik zit nou te proeven. Ik vind hem niet warm genoeg. Dus ik doe nog 1 of 2 minuutjes nog erin. Wat ik al dacht. Het is een beetje afwisselend. Een beetje. Sommige plekken zitten nog. Is het nog lauw. Vandaar, dus daar doe ik hem opnieuw in doe. En ik zit lekker YouTube daarbij te kijken achter mijn computer. Dus daar ben ik ook lekker aan het doen. Maar even nog wel langer erin zijn te zitten. Want het is niet warm genoeg, vind ik zo. Hij is nu klaar weer. En hopen dat hij nu wat warmer is. Maar dan ga ik hem maar even voelen. En dan doe ik alleen even. Wacht, weet je, ik ga hem bij pakken. Dat is denk ik handiger. Deze plank. Dat is denk ik handiger om te gebruiken. En je zit lekker hier nog steeds te kijken. Eerst even open maar. En dan schuif ik zo. Die bord. Erop. Hoppakee. Nou, als hij nou niet warm is, dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik. Hij voelt wel warm aan, denk ik. Maar ja, mijn beet pakken weer niet, trouwens net. Maar ja, we gaan het zien. En anders heb ik maar pech. Want ik ga het niet voor de tweede keer erin gooien. Het is 7:30 en ik ga lekker klaarmaken om lekker naar bed al toe te gaan. Want morgen weer een dag. Bijna 7:30 trouwens. En ik zit nog lekker YouTube te kijken. Maar ik ga lekker afkijken of in mijn bed kijken. Dus ik wil eigenlijk hier al vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan
pardon. Doe dan sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Het zou tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Mezelf qua van ben ik wel goed genoeg. Het grappigste is dat als je een baby in ieder geval zo doet.